Op een zomerse dag is het heerlijk vertoeven op het strandje in Woerkum, maar wanneer de bezoekers huiswaarts keren, dan blijft er één probleem. We hebben nogal last van zwerfvuil. Dat wordt eigenlijk dagelijks hier neergegooid. Jos Korthout, stadsgids van Woudrichem, die kan het niet laten liggen. Nou, ik kan niet zeggen dat dat het liefst is wat ik doe. Maar ik kan het haast niet laten, want het is zo storend. Want het ligt hier zomaar. Maar het waait ook wel eens in dit land. En dan komt het in het water terecht. En dan drijft het af naar zee. Raar waar dat blijft. Dat wordt de plastic soep. We zijn eigenlijk al een paar jaar bezig met steeds incidenteel afval op te rapen. Als we aan het wandelen zijn, dat ben ik niet alleen, maar er zijn in Woudrichem minstens 10 of 12 mensen, misschien nog gewoon meer, die tijdens het hond uitlaten of tijdens het wandelen af en toe eens bukken om iets op te rapen wat er niet thuis hoort. En sommige mensen nemen daar speciaal zijn zak voor mee onderweg. Maar op een gegeven moment dachten we, het moet toch eens meer structureel gaan gebeuren. En ook echt aandacht aan geven en ook voorlichting geven aan de mensen. De komende periode hoopt Jos op een club mensen die samen met hem elke zaterdagochtend om 11:15 op pad gaan om te rapen. Dat we het structureel gaan doen. Vorige week, zaterdag, zijn we met 3 mensen bezig geweest. En deze zaterdag ook weer, maar dan komen er alweer mensen bij. En we denken dat elke zaterdag het groepje wat groter zal worden. En dat is eigenlijk een voorbereiding op wat er in september gaat gebeuren. Dan gaan we het nog grootschaliger aanpakken. En dan hopen we ook niet alleen de stranden te doen en het gros, maar ook andere plekken in Altena. En dat is het innovatieproject Zorg voor je omgeving. Zorg voor je omgeving is een integratieproject, een educatieproject, waarbij de zorg voor de omgeving, het schoonhouden van de omgeving, gecombineerd wordt met bewust worden van de natuur en ook integratie tussen gewone vrijwilligers en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, om hun zinvolle vrijwilligerswerk te bieden. En daar komt een kar bij die als schaft lokaal gebruikt kan worden, maar die ook op jaarmarkten en op braderieën en schoolpleinen gezet kan worden om in te zetten voor educatie, voor voorlichting. En misschien gaan we wel een expositie aanleggen van uitzonderlijke dingen die we tussendoor zo vinden. Ja, dat kan gewoon een gekte worden hoor. Dus met hetzelfde gemak? In de afvalbak. En het ruimt ook nog. Waar moet men zaterdag zijn om mee te doen? Bij de ingang van Camping de Mosterdpot, bij de historische haven in Woudrichem om 11:15.